Yo, kijkers van Online Games. En welkom terug met een gloednieuwe aflevering van het WK 2018. Met vandaag onze prachtige buurlanden België. Speelt vandaag tegen Panama. Goed jongens, welkom terug. Gloednieuwe aflevering alweer. Vandaag weer op een mooie zaterdagmiddag om 3 uur staat deze wedstrijd online voor jullie. Goed, laten we gewoon weer heerlijk beginnen, hè jongens. Ik denk voorbeeld dat jullie er behoorlijke zin in hebben. Goed, gebouwd in 2000, dat capaciteit van 48.000 in het Feeststadion. België, Panama. Laten we gewoon beginnen in Sochi, spelen ze. Laten we gewoon beginnen. Welkom in dit zeer sfeervolle stadion. België, onze buurland. Het Koninkrijk Belgisch Voetbalbond. De eerste poolwedstrijd van deze teams. België, Panama. Ja, België is er weer bij. Net zoals het vorige WK. We zijn in afwachting van de wedstrijd België tegen Panama. Op 28 mei 1928 werd op het FIFA-congres in Amsterdam besloten. Nou, we zijn benieuwd wat België gaat doen. Op de wereldkampioenschap onze buurland. En op zich gun ik dat België best wel de cup mag pakken. Dat gun ik ze wel, de Belgen. Belgen zijn heel goed. Als België tegen Nederland speelt, België maakt Nederland helemaal kapot. Maar goed, we gaan gewoon ons genieten van deze wedstrijd tussen België en Panama. Het Belgisch volkslied. Heel mooi. Wie thuis denkt dit prachtige stadion komt mij toch wel een beetje bekend voor. Ja, dat zou heel goed kunnen. In dit Feeststadion in Sochi werden ook de openings- en de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen van 2014 gehouden. Oh ja, dat klopt ja. Nou, best wel een indrukwekkende locatie trouwens. Waar nu alweer het tweede grote internationale sportevenement in zijn jonge bestaan wordt gehouden. Ja, ja. Veel Belzen zie ik hier. De opstelling in het doel staat Kortios. Al de wereld, kom je, compagnie Jan Vertongen. Manuel Kevin de Bruyne, Witsel, Karas, Mertens, Eden Hazard. Aanvallend te spelen. En in de spit Romelu Lukaku. Ik ben benieuwd of de tegenstander in staat is om zich en de Panamas in het doel, Penedo. We kijken naar de 11 Panamese namen. Machado, Torres, Baloy. Ovallen. Vandaag wordt er gespeeld in een klassieke 4-4-2 zonder ruit. Barcenas en een zus Perez en Torres. Je ziet eigenlijk wel heel veel ploegen dat spelen. En, dan is het ook maar en daaronder staan er ook nog meer naam. Dat is de wisselspelers. België gaat aftrappen voor het WK 2008. Voor onze buurland. Ja, we zullen zien wat de Belgen kan gaan doen. André bij de spitsen komen. Dan lijkt het meer op een ruitje. Eden Hazard! En die zit er bijna alweer in. Wat scheelt het? Eden Hazard. Zit daar rakelijks langs. De eerste kans van de wedstrijd is voor België. Vertongen komt heel goed weg. Romelu Lukaku. Mertens, 1-0 voor België. Dat is al een hele snelle goal voor de Belgen. 1-0. Nu zal de tegenstander moeten komen, Evert. Mertens zet 1-0, zet België al een voorsprong. Heel snel. Die bal verdwijnt keurig. Goed gezien, hoor. Heel mooi. Technisch, heel knap. Mooi voetbal. 1-0. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Mertens. Dries Mertens heet hij. In de vierde minuut zet hij er al in. Bij de aftrap staat België op voorsprong. België leidt. Nummer 14. Quintero. Daar zit de tegenstander tussen. Dries Mertens weer. Oh, daar dit is kan een kans worden. Lukaku! Oh, wat een kans. Romelu Lukaku.
Reken maar dat dat van invloed is, even. Natte bal, natte schoenen. Oh, verschrikkelijk. Natte voeten dus ook. Ja, dat gaat natuurlijk ten koste van de balvalbehandeling. Want als je voeten nat zijn, dan kun je niet meer voetballen. Zijn techniek laat hem hier even in de steek. En Hazard. Witzel. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal weg te werken. Goed gedaan van Jan Vertonghen. Jan Vertonghen heeft natuurlijk heel veel bij Ajax gespeeld. In zo'n eerste lijkt de spanning nog niet zo hoog. Lukaku. Moet eigenlijk meteen een kopje erbij halen. Ja, dat is natuurlijk vooral een gevaar als je het op papier makkelijke tegenstander treft. Ja, dan kun je beter tegen een grote ploeg spelen. En meteen hard de beuk erin gooien. Eden Hazard. Hazard gaat uit! Veel en veel beter. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. Het hele stadion is rood. Maar Panama speelt ook in het thuisclub in het rood. Maar ja, ze kunnen natuurlijk niet allebei rood aan. Dan weet je niet meer wie bij wie, hoor. Yannick Carrasco. Alderwereld. Kobi Alderwereld. Die heeft ook in de Eredivisie gespeeld. Mertens. Mertens. Alderwereld. Van Mertens komt er niet meer bij. Gabriel Gomez. Mertens. Eden Hazard zakt ver terug en eist de bal op. Vertonghen. Eden Hazard. Eden Hazard. Kijk, wat een ruimte voor Eden Hazard. Hazard, veel man voor het doel. Eden Hazard toont zijn uitstekende vorm. Komt hem buiten. Goal. Inworp. Ingooi. Eden Hazard. Neemt hij. Yannick Carrasco. Daar komt de kans. En Doeman bokst de bal weg. Witzel. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Daar komt Panama. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. En de doelman. Ja, goed gedaan. Ik ben er niet wakker van. Mertens. Daar loopt Lukaku. Is om de Lukaku. Is niet zo heel snel. Gabriel Gomez. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Die bal is voor de tegenstander. Witzel. Dat was goed gespeeld. Hij stond precies op de goede Mertens. Plek om het gevaar te keren. Want het zag er inderdaad gevaarlijk uit. Mertens. Mertens kan zelf. En doet dat ook. De bal en terug. Maar die gaat in actie. Paal. Witzel. Nou, dat kan gevaarlijk. Daar komt... Ja, oh. Je kunt het proberen van zo'n afstand. Maar dit schot is tamelijk kansloos. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Dries Mertens. Mertens, Lukaku. Romelu Lukaku. Lukaku op weg naar 2-0 aan. Hij zit niet. Volgens mij trapte die spits hals over de bal heen. En Eden Hazard. Buitenspel gegeven. Staat buitenspel. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar wel een goede kans, hoor. Oh nee, de batterij van je controle zijn bijna leeg. Damn. België rit zich weer op de aanval. Axel Witzel. Oh, mooi gezien. Eden Hazard 2-0 voor België. Is opnieuw een goal. Is dit de beslissing, Jori? Wat denk jij? Je Eden zou het Hazard. Al aan denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het Prachtig. Voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Goed gezien, en hier hoor. Is de aanvoerder van het elftal trefzeker. Mooi. Ja, hij drukt echt mooi afgemaakt voor België. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Prachtig. 2-0. Eden Hazard scoort. 2-0. Gabriel Torres. Die paas wel onderschept. Lukaku heeft de bal. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Lukaku. Niet al te daar komt België weer. Met Dries Mertens. Op een afstand dat hij kan gaan schieten. Kom maar, is goed aan. De wat een reflex, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot.
Er komt de kans aan op de bal. Nee, er komt een penalty aan. Het lijkt mij dat hij gewoon op de bal is. En een gele kaart. Vincent Kompany krijgt geel. Het lijkt mij dat die bal op de bal... Ja, hij was ook op de bal gespeeld, of niet? Ik zeg op de bal. Maar goed, penalty voor Panama. En die zit erin. 2-1. Panama. Maak het door. Die strafschop gaat erin. Hij schiet die penalty erin. Gabriel Torres scoort in de 37e minuut. 2-1. Kevin De Bruyne. Meunier. Oh, hij lijkt. No! En daar gaan de Belgen weer naar voren. Komt daar is Lukaku. Klik in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. De Bruyne. De Bruyne. Die gaan uithalen. De verdediging geeft heel veel Panama ruimte weg komt, op de flank. Panama komt, Panama komt. Het gevaar Vertonghen haalt weg. Witsel haalt ook zonder weg. Het bal zit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Oh, zieke lek hier allemaal. Het en het doen we maar even. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Hij kiest niks. Kevin De Bruyne. Dries Mertens. Wat doen? Die gaat naar Lukaku, Romelu Lukaku. Geef hem af, op Eden Hazard en dan is het geen 3-1. En hij slaagt het bijna in om een schitterende actie af te ronden. Zonder dat hij er niet in gaat. Die, ja, de verdedigers hoe worden kun je die nou missen, jongen? Ja, ze kijken elkaar een beetje aan van... Maar hij had er gewoon in gemoeten. Quintel. Gabriel Torres. Daar komt de kans. Daar komt de kans. Jongen, wat laat ze daar een kans liggen, man. Ja, dat had echt een gelijkmaker moeten zijn. Maar als ze deze wedstrijd verliezen, ja, ik denk dat ze daar nog wel eens aan terugdenken aan dit moment. Niet zo. Eden Hazard. Hazard is de bal kwijt en dan is het rust. In de eerste wedstrijd is het vaak een beetje aftasten. Wennen aan de ambiance en de spanning. Maar deze jongens hebben gewoon alle voorstellen. België leider met 2-1. Ja, dat moet een waanzinnig gevoel heel zijn. Mooi. En ja, een stapje in op de beste stemming weer het veld op. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Prima steekpaas op Mertens. Opgelegde kans voor Mertens. Hoe lang zijn we bezig? Oh, 13 minuten. Mooi. Goed, we gaan gewoon weer lekker doorgaan met de tweede helft. We zijn van start goed, gegaan tweede met helft. De tweede helft. Het is nog maar de eerste wedstrijd die de teams spelen. Maar ja, er staat meteen al een hoop druk op. Als je de eerste wedstrijd meteen verliest, dan komt het kei en keihard aan. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Ze krijgen jongen. Een ingooi. Dat was een geklooid van België. Zij sneller. Ja, hij is sneller. Verdediging staat ze in de weg. Axel Witsel. Yannick Carrasco. Hazard. Eden Hazard steekt de bal op Romelu Lukaku. Hij ging er met de bal vandoor, maar werd achterhaald. Bal kwijt dus. Is op de bal. Is op de bal. Ja, Panama zegt van dat het een dikke overtreding is. Maar het is gewoon op de bal, Witsel. België wil Panama kapot spelen. Yannick Carrasco. België heeft veel meer mansen. Daar is de kopbal. De keeper heeft aan de leven doen, man. Komt van dichtbij op hem af. Wat een redding.
De corner. Kevin de Bruyne trapt de corner. En die baas nog niet weg. En daar komt de volgende corner alweer aan. Kevin de Bruyne weer. Corner is genoemd. Daar is de kopbal. Niet goed. Eden Hazard. Gaat. Aan de andere kant van de paal. Gaat het al langs. Weer zo'n grote kans. Quintero. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Langs en we krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Iets hier meer dan een half uur. Wissel. Ze stonden achter en zo'n wedstrijd duurt natuurlijk trap niet eindeloos. Logisch dus dat de coach kiept de bal zo naar de keeper. Slechte vrije trap. Dat is ook weer heel slecht, Kevin. Eden Hazard. Hazard. Ja, recht op het doel af. Waar blijft Hazard? De bal vertrekt van de schoen. Oei, 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 Eden Hazard. Weer die doelman. Corner. De Bruyne brengt de bal voor het doel. Die bal lijkt goed, al maar de wordt wereld weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Oh, al de wereld, wat doe je nu, jongen? En nu zet hij tussen. Wie weet levert dit een niet kans zonder schaaf, maar nog niet voldoende. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft tegen te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Oeh. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Weer ingeleverd. De Bruyne, goed gedaan voor de Bruyne. Maakt zich wellicht al op voor de Vertongen. Vertongen, wat hallo, doe je? En, nu en die zit er niet in. Aan de verdediging en Torres krijgt die bal er niet in. Goal. Tja, daar werden de verdedigers compleet in de luren gelegd. Ze hadden geen kans meer. Nou ja, die bal gaat er niet in. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Witsel. Eden Hazard. Lukaku, Romelu Lukaku. Geen buitenspel. Rolly Molly. Lukaku. Dit lijkt me echt nergens op. Deze mispeer kan toch onmogelijk. Hoe kun je die nou weer missen, jongen? Nee, zo dicht voor het doel moet je gewoon beheersen. Zulke ballen moeten er voor in gaan. En er staat nog 2-1. Gabriel Torres. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Aanval in de kiem gesmoord. Axel Witsel. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Eden Hazard. Hazard. Romelu Lukaku. Dan langs. Er zit daar een kans liggen, Juri. Alleen voor de keeper. Die moet er toch gewoon in. Je moet blijven kijken wat de keeper doet. En het dan beheerst afmaken. Ja, dit was weer veel te wild. Dat zien we veel te vaak, Evert. Dan langs. Ai, ai, ai. De coach gaat voor een andere tactiek. Prima natuurlijk. Ze stonden niet voor niets achter. Die paas wordt doorzien. Vertongen, goed gedaan. Niet zo. Hazard. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Mertens! Sterk gekeept. Die doelman begrijpt dat je zo'n bal naar de zijkant moet slaan. Belgen komt terug. Mertens. Romelu Lukaku. Lukaku! Nou, dat was toch een grote wat kans. Wat een kans voor Romelu Lukaku. Hij kijkt die bal deze er eigenlijk niet, niet passeren. Dat zien we hier nog eens terug. Hij stond op de goede plek even. Hoeveel redding heeft hij? 7. Die keeper die is gewoon fucking goed, man. Nee, daar wordt een stokje voor ontstoken. Vertongen. Eden Hazard. Lukaku is al langs. Lukaku! Nee, weer niet. Daar raak je als keeper zeker niet van onder de indruk.
10 minuten nog. Nog een paar minuten te spelen en het kan op alle kanten op in dit duel. De Bruyne. Goed geanticipeerd. Dit zal. De paas eruit gehaald. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te kans. Komen. Kans. Hij voorkomt kans gevaar. Weg. Wat in spanning. Daar komen de Belgen weer. Eden Hazard. De Bruyne. De Bruyne. Dries Mertens. Lukaku nu dan op de paal. Die paal heeft het zwaar te verduren, zeg. Mogelijk een goede kans hier. Hazard. Lukaku bal kwijt. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. En België is weer terug. Mertens. België heeft meer balbezit. Hij heeft de tijd en de ruimte om de bal Mertens. Voor te zetten. Dat is geen en beste voorzet. Weg. Zo maak je het de verdediging veel te makkelijk. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. De tijd dringt. Nog maar 4 minuten. 4 minuten. Goed gedaan. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Eden Hazard is de matchwinner. Yannick Carrasco. Ja, nu nog om... Oh man. En toen was mijn batterij leeg. Jongens, ik moet heel even mijn nieuwe batterijen pakken. Batterijen die waren even leeg, maar ik ben er weer. Zo. Goed, actie. Hazard, Romelu Lukaku, dit kan de goal zijn. Romelu Lukaku, doelpunt, 3-1, het is klaar. België, ik denk dat er verslaat Panama. Meer over is wie er vandaag gaat winnen. België verslaat Panama. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Het is al lang gelopen natuurlijk, maar toch blijven ze maar doorgaan. Ze hebben flink aan hun doelsaldo gewerkt, ja. En dat kan natuurlijk nog zeer belangrijk zijn. Dat is gedaan. Romelu Lukaku ziet hem er eindelijk in na veel kansen. 3-1. 3 minuten extra tijd. Maar komt er nog België een gewone goal aan. Zich weer op de aanval. Dat kan. Een uithaal. 3 minuten bestuurtijd. Ondertussen nu nog 2. Maar het lijkt hij strooit er vrolijk op los met zijn wat paasjes. Wat in spanning in de tweede helft. Hij dribbelt met de bal richting het doel. Het is afgelopen. België wint van Panama met 3-1. Vandaag hebben we op het veld zien kijk, gebeuren wat we op papier al konden voorspellen. De betere ploeg heeft gewonnen. Inderdaad, geen verrassing. Heel mooi. Nou, ik weet niet wat jij vindt, Juri, maar volgens Luka, mij heeft hij verdienstelijk gespeeld. Luka, 1 doelpunt. Nou, het is dat Paulen meer kunnen weer in de weg stonden, Evert. Anders had hij er 2 gemaakt, hè. Hij maakt er eentje. Ja, hij kan eigenlijk met 1 doelpunt misschien wel tevreden zijn. Maar ja, als voetballer wil je toch zoveel mogelijk goals maken. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Prima steekpaas op Mertens. Opgelegde kans voor Mertens. Heel mooi. Goed jongens, ik ga het ook hier zo bij laten. Goed, 3-1 is de einduitslag tussen België en Panama. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot over een uurtje voor de volgende wedstrijd. Jongen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot dan hè, jongens. Mazzel!